Ja, het is echt, het is een levensstijl. Weet je, dat zeggen ze ook altijd over surfers en zo, weet je wel, met die ding. Maar ja, het is gewoon, het hoort bij me. Soms dan vind ik het verschrikkelijk, maar dan zit ik op de bank en ik kan gewoon niet zonder. Ik kan gewoon niet zonder. Het is echt, het zit helemaal in me nu. Ik zou me geen leven kunnen voorstellen nu zonder roeien. En dat zegt een gepassioneerde Wauke Mollema van roeivereniging De Hunze. Wauke is een van de vier roeiers die vanaf volgende week vrijdag meedoet aan de Coupe de la Jeunesse. Het officieuze EK voor junioren dat dit jaar in Italië plaatsvindt. Voor Wauke is het de eerste keer dat ze zich geplaatst heeft. En die plaatsing kwam toch wel een beetje als een verrassing. Ik had het in het begin van het jaar ook niet meer, weet je, ik zag het niet meer zitten. Ik had niet echt een lekker begin van het seizoen. In de winter ging het goed en daarna nou ja, eigenlijk gewoon niet echt. En toen zat ik echt een beetje met de pakken neer. Maar ik heb me herpakt op de een of andere manier. En gewoon hard getraind, hard gewerkt en nou, dat is beloond. Wauke is samen met Marc van der Wal van de Hunze geselecteerd. Bij de jongens hebben Tijn Lubbert en Lucas Keizer zich geplaatst. Al een beetje zenuwachtig? Ja, tuurlijk, want het is wel een wedstrijd waar je dan het hele jaar voor hebt getraind. En dan wil je ook wel echt iets halen, dus wil je echt presteren. Dus wil je ook wel iets winnen. Ik zit pas 2 jaar op roeien en ik vind het echt een enorm leuke sport. Gewoon omdat het een supergoed gevoel geeft als je doet. En mijn opa en mijn vader en heel, heel groot deel van mijn familie heeft heel veel gegroeid. En daardoor heb ik er een heel goed gevoel bij. Attention! Go! Het succesverhaal van de Hunze is groter dan alleen de koep. Want Hanna van der Sluis en Felix Mebius mogen naar het wereldkampioenschap in Tokio. Alle successen zijn te danken aan het deelnemen aan zoveel mogelijk wedstrijden en ook heel veel trainingsuren maken. Op het moment train ik 2 keer per dag bijna. En dan soms rustdagen of rustmiddag en heb je 1 keer per dag training. Bijvoorbeeld na deze interview gaan we gelijk naar Amsterdam en dan gaan we volgens mij 1 week lang 2 keer per dag trainen. Nou, ik train eigenlijk 6 keer per week en nu normaal train ik dan 1 keer per dag. Maar nu train ik dus voor de koep. Dan ga ik natuurlijk extra hard trainen voor een goede plek. Dus nu train ik zelfs 2 keer per dag, wat ik normaal nooit doe. Het begint uiteraard bij zelf hard werken, kritisch zijn op jezelf. Maar ik neem aan dat er ook een hele belangrijke rol is weggelegd voor de trainers, voor de coaches. Coaches helpen het om, weet je, die hebben een ander perspectief. Die bekijken hetzelfde vanaf een andere plek. En dat helpt gewoon om in te zien dat wat jij denkt niet het enige is wat er is, weet je. Ik zat alleen maar te denken van, oh, het gaat nooit meer goed komen. En dan kwamen die coaches van, ja, maar dat hoort erbij. En je kan het wel. En we gaan gewoon eraan werken, weet je. Nou, en dat, ja, weet je, het is gewoon fijn dat je het niet alleen hoeft te doen. Bij de Hunze zijn verschillende trainers actief, waaronder Frank de Vries en Sietse Achterop. Zij noemen zelf de rol van coach cruciaal in het proces. Ja, die is zeker belangrijk. Zeker op een hoger niveau. Hoe hoger het niveau is, hoe belangrijk alle onderdelen zijn. De roeier, de boot, de coach, de omgeving, de vereniging. Alles wordt gewoon steeds belangrijker naarmate het niveau hoger gaat, zeg maar. Fantastisch jaar voor de Hunze. Eigenlijk nog nooit zo goed. Althans niet dat ik me kan herinneren. Dat gaat 1 jaar of 30 terug. Heel veel jongelui die top gepresteerd hebben. Heel veel overwinningen behaald in binnen- en buitenland. Ik denk 40 overwinningen, denk ik wel. Ook nog een grote beker gewonnen ergens in de loop van het seizoen. En 6 uitzendingen. Topjaar en eigenlijk wel het resultaat van vooral veel lol hebben met elkaar. Want dat valt het meest eigenlijk wel op. Volgende week vrijdag, dan begint het. Wat zijn je verwachtingen? Het wordt zwaar. Wij als Nederlanders staan bekend om als trage starters. Dus we hebben ook heel erg getraind op gewoon fel weggaan en hard weggaan. Ja, en dat volhouden. En weet je, het is als het goed is maar 1 wedstrijd en 8. Voor de meiden is het nu alleen nog maar een openingsnummer. Maar ja, het is gewoon alles of niet. Dus we gaan gewoon alles geven en alles meenemen wat we nu uit de trainingen hebben kunnen halen. En ja, kijken wat het wordt. De Coupe de la Jeunesse wordt van 2 tot en met 4 augustus gehouden in het Italiaanse Corigliano. Het wereldkampioenschap vindt plaats in Tokio en duurt van 7 tot en met 11 augustus.